Ja, we zitten al de hele aflevering in de hoogte en dat is nu niet anders, want ik sta hier namelijk bij Eurosupply Hoogwerksystemen in Moerdijk. En Daan en Gerard gaan mij meer uitleg geven over de werking van hybride hoogwerkers. Ja, Gerard, we staan hier natuurlijk tussen allemaal hoogwerkers. Maar waar ik nou eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig naar ben, is de hybride hoogwerker. Want wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Nou, heel toevallig hebben we hierachter een hybride hoogwerker staan. Je moet het eigenlijk zo zien. Een hybride hoogwerker ziet eruit aan de buitenkant als hetzelfde als een andere hoogwerker. Maar van binnenuit ziet het dus heel anders uit. We kunnen eventueel gaan kijken bij de hybride hoogwerker die achter ons staat. Ja, leuk. Ik ben benieuwd. Oh, kijk eens aan. Ja, zoals je ziet hebben we hier een brandstofmotor zitten. En hier zit de elektromotor, zodat je ook met deze machine elektrisch kan gaan werken. En uiteindelijk is het een milieubewuste machine en de geluidsnormen zijn minimaal. Ik wil nog wel wat meer weten over die techniek en zo, hoe dat nou allemaal in elkaar steekt. Nou, heel toevallig hebben we Daan. Die loopt hier ook ergens rond en waarschijnlijk staat hij ongetwijfeld in de hoogwerk, want het is echt een technische man. En die kan je ongetwijfeld wel verder gaan vertellen over de techniek van een hybride hoogwerker. Ik wil natuurlijk even bij jou instappen, Daan. Ja, nou, ik zou zeggen, kom erbij. Gezellig. Hoppa, want ik heb gehoord dat jij wat meer weet over de techniek en de ontwikkeling. Want is het even nou lang geduurd voordat ze zo'n hybride hoogwerker hadden ontwikkeld? Ja, dat is geen eenvoudige techniek, Anouk. De fabriek van deze machine is daar ruim 10 jaar mee bezig geweest. Dat is eigenlijk een doorontwikkeling op oudere modellen die ze in het verleden bouwden met accu- en dieselaandrijving. En dat heeft geleid tot deze echte hybride hoogwerker. De eerste in de markt. En ja, nu we hier toch staan, kunnen we niet een klein beetje omhoog? We kunnen een klein beetje omhoog, Anouk. Alleen, ja, veiligheid boven alles. We zullen eerst naar Gordel aan moeten trekken. Het gaat ook heel smooth. Ja, het gaat heel smooth. Vandaar dat deze hoogwerkers bij uitstek geschikt zijn voor allerlei onderhoudswerk in en rond bedrijven, installaties en dergelijke. Plafonds. Plafonds onder andere. Ja, leuk man. Ik vind het wel echt helemaal, staan we hier toch wel een beetje zo chill ja, in de lucht. Ja. Nou, als ik je vertel dat deze machine 21 meter werkhoogte heeft. En dit is nog maar de kleinere broer van een model wat hier nog weer boven komt. En dat is de 28 meter. Erg populair. We verhuren die ook veel in grote ruimtes. Denk aan music halls en dat soort expo gebouwen. Ja, daar is ideaal voor. En daar zie je sterk dat er is een alternatief in de markt. De mensen willen niet meer de dieselmachines gebruiken die ze voorheen hadden. Vanwege het feit dat er een alternatief is. Ja. Ja, dus we zijn super op de goede weg. Langzaam maar zeker wordt Nederland steeds groener. Kijk, en dat willen we horen. Dat willen we horen. En ook voor onze kinderen. Zo is het. Ja? Dankjewel, Daan. Graag gedaan.